Keulen en Parijs werd u wel te rustig gewenst. Nou, dat was een beetje voorbarig, want het wordt nog heel laat bij ons. Veel later zelfs dan u denkt, want het toneelspel Harold en Maud, dat we nu gaan beginnen, duurt zo'n 25 minuten langer dan in uw programma wat staat aangekondigd. En dat zeg ik even, opdat u weet dat u het late journaal dus ook pas zo'n 25 minuten later dan aangekondigd kunt verwachten. Harold en Maud is de televisieregistratie van het spel zoals dat het vorig seizoen in de Nederlandse theaters te zien was. En het is het verhaal van een hele bijzondere vriendschap tussen de beide hoofdpersonen. Zij zijn samen precies 100 jaar oud, maar de verdeling is dan wel als volgt. Hij is 21 en zij is 79. Zij, Maud, is een hele levenswijze en vooral ook hele levensblije vrouw. In tegenstelling tot de jonge Harold, die ondanks zijn leeftijd een ongelooflijk grote belangstelling heeft voor alles wat met dood en begrafenis te maken heeft. Ze ontmoeten elkaar dan ook bij een uitvaart. En uit dat contact ontstaat een vriendschap die zo hecht wordt dat het de hele omgeving met angst vervult. In de titelrollen ziet u Huub Stapel en Mary Dresselhuis, die juist deze week, vooral voor deze rol, maar ook voor haar hele oeuvre, werd bekroond met de Johan Kaartprijs. Dames en heren, Harold en Maud. Maar we eten hier een klein warm snackje. Sophie heeft genadepasteitjes gemaakt. En die zijn verrukkelijk als ze gloeiend warm zijn. Die breng je dus binnen op die grote zilveren schotel. Wat zou je zeggen, Ed? Ah! Wat zeg je? Ah! Harold, met het nieuwe meisje erbij. Het spijt mij, die Harold heeft geen manieren. Mijn hemel, zo laat is het toch nog niet? Dokter Matthews kan elk ogenblik hier zijn. Nou, je weet nu alles van de drankje, van de warme hapjes. Het diner zal geen moeilijkheden opleveren. Heb ik dan nog wat vergeten? Oh ja, dat is nou typisch, Harold. Ik heb 100 dingen aan mijn hoofd en hij is nog niet eens verkleed voor het diner. Hoe vaak heb ik je niet gezegd geen blauwe sokken met bruine schoenen aan te doen? Zo lijkt het wel een roepen in de woestijn. Harold! Harold, je moeder spreekt tegen je. Kom ogenblikkelijk naar beneden. Heb jij enig idee hoe laat het is? Nou, daar is dokter Matthews en jij? Jij hebt eens een das om, Annie. Annie, wat is er? Je ziet hoe bleek. Er wordt gebeld. Haar vlug open doen. Nou moet jij eens even goed naar me luisteren, Harold. Op mijn verzoek heeft dokter Matthews de tijd genomen om hier vanavond te komen eten. Een zeer bekwame man met een zeer drukke praktijk. Probeer met hem te praten. Hij kan je van grote hulp zijn. Hoe heeft hij mij niet geholpen? Helen. Ja, dokter. Hoe is het met u? Dank je, heel goed. En met jou? Nog steeds uitstekend. Dokter. Dit is mijn zoon, Harold. Dokter Matthews. Hallo, Harold. Veel over jou gehoord. Ja, dokter. Harold, breng die dingetjes toch even naar boven. Dan ga je verkleden voor het diner. We wachten hier op je. Maar maak wel voort. Gaat u zitten, dokter. Ik ben zo blij dat u gekomen bent. Wat zou u willen drinken? Whisky. Whisky, Annie. En voor mij een glas witte wijn. Dokter. Ik weet soms niet of ik wel de kracht heb zo'n jongen alleen op te voeden. U weet hoe moeilijk het was na de dood van Charles. Ik als hoofd van de zaak ineens de fabriek. De comité's waar ik zittingen heb, mijn sociale verplichtingen, mijn uitgaansleven en zo. Dat was niet altijd makkelijk. Nee, zeker niet.
dat het rustiger was toen Charles nog leefde. Die kon nog erger zijn dan Harold. Bij mijn huwelijk heb ik 25 minuten voor het altaar staan wachten met een stampvolle kerk. En weet u waarom? Geen idee. Omdat mijn bruidegom thuis in het bad zat, totaal verdiept in de mechaniek van een speelgoed eend. Oh, dokter, het was niet altijd... Enfin, voorbij is voorbij. Nu maak ik mij zorgen over Harold. En ik hoop dat u hem kunt helpen. Ik heb hoe langer hoe minder contact met hem. Oh, hij is nooit een spraakzaam kind geweest. Intelligent, ja. En creatief. U zou eens een kijkje moeten nemen in zijn kamer, maar spraakzaam, nee. Nou, u heeft het zo even gezien. Ja, hij scheen me een beetje... Ja, ik heb alles gedaan om hem goede manieren bij te brengen. Op zijn 11e jaar heb ik hem naar dansles gestuurd. Maar niets hielp. Op feestjes werd hij zo'n beetje in het rond en... Ja, dan gaat hij ergens in zijn eentje in een hoekje zitten. Is niet zo'n leuk, dokter. Vooral niet als het zijn eigen feestje is. Misschien kan ik na het diner even alleen met hem praten. Een afspraak maken voor op een praktijk. Dat is een pak van mijn hart, dokter. Een moeder zegt zoiets niet gauw. Maar ik zit soms naar hem te kijken. En dan denk ik gewoon dat hij zijn hoofd kwijt is. De lieve jongen! De lieve jongen! Vertel het, Harold. Hoeveel van die zelfmoordpogingen heb jij al ondernomen? Precies. Weet ik het niet. Hoezo niet? Ja, moet ik dan die keer meetellen die niet echt voorbereid was? Of die keer dat het gasfornuis ontplofte voordat moeder thuis kwam van de cocktailparty? Ja, en dan waren er ook nog een paar die zijn in het ontwerp blijven steken of die heb ik zelf opgegeven. Ja, iets te eenvoudig letsel. Zo ongeveer. Een 15 keer. 15 keer? Ja, ongeveer. En dat allemaal ter ere van je moeder? Nee, ter ere van zou ik het niet willen noemen. Nee, zeker niet, maar ze waren wel bedoeld om bij je moeder een zekere reactie te ontlokken. Ze vertelde me bijvoorbeeld dat ze een zenuwtoeval kreeg toen jij op een dag met een geweer dwars door je hoofd schoot. Ja, maar die was ook goed gelukt, ja. Ja, want het is lang niet altijd makkelijk, zo'n losse vlodder, die gaat soms eerder af dan de bloedspuit. Maar de reactie van je moeder heeft je wel een zekere voldoening gegeven. Ja, die met dat geweer, dat was een van de allereerste keren, toen ging het allemaal nog heel makkelijk. Oh, je bedoelt dat je moeder eraan gewend is geraakt? Ja, ja. Wordt hoe langer hoe moeilijker om een effect te sorteren. Eerlijk gezegd, het geval met het ophangen bijvoorbeeld. Ja, dat was geen succes. Ik heb 3 dagen aan het mechaniek gewerkt en ze heeft niet eens mijn afscheidsbriefje gelezen. Wat stond daarin? Nou, dit keer stond er vaarwel, vrede wereld. Ja, ik maak zo langer hoe korter. Laten we het eens over je moeder hebben. Wat vind jij van haar? Nee, Betty, het was mevrouw Ferguson. Die heb ik nog een keer naar je toegestuurd voor een blauwe spoeling. Juist, ja. Nou, daarna vroeg ik haar dochter, Tonia, om eens kennis te komen maken met Harold. Ja, dat kleine tikkertje. Precies de moeder. Ha, nou ja, goed. We lopen naar de tennisbaan en wat zien we? Midden in het zwembad drijft op zijn buik een dode Harold. Een mes recht op tussen zijn schouderbladen en al het water rood van het bloed. Ja, ja, walgelijk. Dat kleine dictatoriaatje is ook gillend weggerend. De Fergusons, nou, die zullen wel het laatste woord tegen me gezegd hebben. Ik weet niet wat ik doen moet, Betty, werkelijk niet. Kijk, wat hij nodig heeft is een echte interesse. Een verantwoordelijkheidsgevoel. Wat zeg je nou? Een huwelijk? Hoe krijg ik dat voor elkaar? Hoe heet dat, zeg je? Huwelijk via computersysteem. Wat een fantastisch idee. Met de garantie van een keuze uit. 3 meisjes, nou, 1 van die 3 zal het al wel klaarspelen, want een prima bureau, dat is meteen op, hè?
Die afspraak met Mario, nee, natuurlijk, die mijn kapsel kan wachten. Mijn zoon heeft me nodig. Nee. Ik zou nog wat verder terug willen gaan. Herinner jij je vader nog goed? Nee, eigenlijk niet, maar ik heb een paar foto's van hem. Ja? Hij staat altijd zo'n beetje te glimlachen. Je had hem zeker graag willen leren kennen. Ik had wel eens graag met hem willen praten. Waarover? Over allerlei dingen. Moeder zegt dat hij goed kon knutselen. Ik had hem heel graag al het materiaal in mijn kamer laten zien. Wat voor materiaal? Mijn dolken, mijn skelet. Mijn elektrische stoel, dat had hij vast heel leuk gevonden. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Vertel eens, Harold. Wat vind jij van meisjes? Die vind ik wel leuk. Heb jij een vriendinnetje? Nee, niet echt. En waarom niet? Ik geloof dat ze mij niet leuk vinden. En waarom niet? Op dansles trapte ik altijd op mijn tenen. Laten we het eens hebben over je internaat. Was je er gelukkig? Ja. Vond je je werk prettig? Ja. Leraren aardig? Je vrienden? Ja, ook. Dan waarom ben je er dan weggegaan? Ja, het scheikundelokaal vloog de lucht in. En daarna vond ze het beter dat ik mijn examen schriftelijk deed. Ja, natuurlijk. Ja. Maar afgezien daarvan, wat doe je bijvoorbeeld als je zo eens uitgaat? Je bedoelt, als ik niet in mijn kamer zit te knutselen aan een van mijn... Als ontspanning! Ik ga naar begrafenis. Ziet u daar nog nootjes? Pardon? Van die nootjes. Nou, ik geloof dat ik ze nou allemaal heb. Ja. Weer er een paar? Nee, dank u. Zijn erg voedzaam? Nee, echt niet. Straks misschien. Huh? Kijk, er ligt er nog één. Zo. Nou, dan geloof ik wel dat ik alles heb. Scheurde de zak kapot. En meteen redt ze alles over de grond. Ik wil wat onhandig op mijn oude dag. Kende jij hem? Wie? De overledene. Nee, ik ook niet. ik heb horen zeggen dat hij 80 was. Mooie leeftijd om heen te gaan. Vind je niet? Ik weet niet. 75 is een beetje vroeg. Met 85, dan kom je niet meer verder. Dan kan je beter aan de overkant zijn. Huh? Wil jij een mandarijntje? Nee. Huh? Nee, dank je. Eet jij wel goed? Of vergis ik me erin? Nou ja, eigenlijk moet ik zo gaan lunchen. Ga jij vaak naar begrafenissen? Uh-huh. Ja, ik ook. Ik hou daarvan. Alles gaat open, alles... Sluit zich weer. Geboorte, dood. Het begin is aan het einde. Het einde is aan het begin. De grote cirkel die draait. Hoe heet je? Harold. Harold Chase. Ik ben gravin de Chardin. Mathilde de Chardin. Dat is een Oostenrijkse gravin. Maar jij mag me op tegen mij zeggen. Dat er kennis gemaakt hebben. Ik moet zorgen dat ik naar huis kom. Kijk er eens om je heen. Het is niet te geloven. Alles zwart. Oh, daar. Die treurige heilige beelden. Die daar, luguber. Hier een kruisbeeld, macaber. Alles is stil blijven staan bij de dood. Je zou zeggen dat niemand ooit het verhaal tot het eind gelezen heeft. Mevrouw, wat doet u? Kapelaan, wij zitten te wachten. Leidt u de dienst? Ja, maar u kunt hier niet zitten eten. Dat is niet toegestaan. Waarom niet? Het is toch het huis van God? Ja, maar... U wil ons toch alleen maar gelukkig zien? Ja, wat is, maar... Wat is dan het probleem? Maar mevrouw, het is een begrafenis. Ja, hadden we het net over hier, Harold en ik. Wat denkt u, waarom willen de mensen al dat zwart?
Ze sturen toch ook geen zwarte bloemen? Nee, zwarte bloemen, dat zijn dode bloemen. Dat zijn verlepte bloemen. Hè? Je stuurt geen verlepte bloemen naar een begrafenis. Dat zou te gek zijn. Ik moet gaan. Oh, je lunch? Huh? Dan maar hoor. Ik hoop je gauw weer eens te zien. Mevrouw, ik wou toch nog even met u praten over... Oh, dat want ik wou ook zo graag even met u babbelen. Dat zijn allerlei dingen die ik u wou zeggen. Gaat u zitten. Die heilige beelden, dat kijken ze toch streng. Ik bedoel, kijk, het is zo dom, heiligen moeten toch gelukkig zijn? Een ongelukkige heilige, wat moet je je daarbij voorstellen? Ik begrijp wat u bedoelt, mevrouw. Nou, zegt u maar, man. Maar die mandarijntjes van u... Oh god, nee, dat was nou de laatste. Wil u een dadel? Nee, dank u. Over 5 minuten begint mijn dienst. Hadden we nog een zee van tijd, wou u al zo lang iets vragen. Waarom doet u een hangslot op de armenbus? Er heeft altijd een hangslot op de armenbus gezeten. Nu niet meer. Absoluut. Verrassing voor je. Hier zijn de formulieren van het bureau. Huwelijk via computersysteem. Misschien de gedroomde manier om een toekomstige vrouw voor jou te vinden. Een vrouw in een computer? Ja, mijn jongen, het is de hoogste tijd dat je gaat trouwen. Nee, maar ik denk helemaal niet dat het goed is. Harold, rustig nou even. Hier ligt een stapel werk voor ons. En het moet om 3 uur bij de kapper zijn. Ja, maar ik wil toch helemaal niet trouwen? Natuurlijk wel. Ja, dat hebben we allemaal wel eens gedacht. We moeten de feiten onder ogen zien. Dat heet volwassen worden. De computer biedt in de eerste serie 3 kandidaten aan. Dikke en lelijke zijn er al uitgesorteerd. Je ziet, een serieuze firma. Ik denk zeker dat ze minstens 1 meisje zullen vinden dat aan jouw smaak voldoet. Nou, ga zitten, Harold. Want hier zijn de formulieren over jouw persoonlijkheid. Die moet jij invullen en terugsturen. 50 vragen met... 5 mogelijke antwoorden. Beslist ja. Ja, geen mening, nee en beslist nee. Nou, ben je klaar, Harold? Daar gaan we. De eerste vraag. Wast u geregeld uw handen? Geregeld? Nou nee, hè? Vind je ook niet, Harold? Misschien wel beslist nee. Tweede vraag. Moet seksuele voorlichting buitenshuis gegeven worden? Nee, natuurlijk niet. Ik kop je een boek voor. Ga je ermee akkoord? Goed. Nummer 3. Vindt u het aangenaam alleen te zijn? Nou, dat is eenvoudig, hè? Zoekt u dit zelf? Beslist ja. Vind je ook niet, Harold? Goed. Moeten vrouwen verkiesbaar zijn voor het presidentschap van de Verenigde Staten? Ik zie het in, waarom niet? Beslist ja. Nodigt u vaak vrienden bij u thuis? Nou, dat doe je nooit, hè? Beslist nee. Hebt u vaak het gevoel dat het leven niet de moeite waard is? Wat zou je zeggen, Harold? Ja of nee? Ik weet niet. Nou, laten we zeggen, geen mening. 7. Prefereert u een zonsopgang boven een zonsondergang? Is dat dan voor een rare vraag? Die slaan we over. Wordt het onderwerp seks door onze media te veel uitgebuit? Nou, dat zeker, ja. Beslist ja. Hebt u dikwijls hoofdpijn of rugpijn na een moeilijke dag? Ja, dat heb ik vaak. Slaapt u goed? Nou, dat gaat wel. Bent u voor de doodstraf? Voor, beslist voor. Valt het u moeilijk kritiek te verdragen? Nee, helemaal niet. Vindt u het uitgaansleven voornamelijk tijdsverlies? Ha, grote hemel. Nee, natuurlijk niet. Ook weer zo'n malle vraag. Nou ja, goed. Bent u wel eens de straat overgestoken om iemand te ontlopen? Nou, dat heb je zeker, hè? Vast en zeker. 18. Hebt u een gelukkige jeugd gehad? Ja, je was een schattige baby. Sluit u geloof of levensbeschouwing een leven in na de dood? Oh ja, beslist, ja. Denkt u dat de emancipatie te ver wordt doorgetrokken? Harold, de volgende vraag. Denkt u dat de emancipatie te ver wordt doorgetrokken? Nou. En
Vincibus et nervus comestis meum. Domine, resuscite eum in novissimo die. Per Jesum Christum, Dominum nostrum. Amen. Ach, pardon, zou u mij misschien even willen helpen? Harold, ben jij dat? Wat leuk om jou weer te ontmoeten. Hoe gaat het met je? Het gaat heel goed. Ja? Ja, ik was net van plan om de gang te... Wie was die begrafenis? Oh, dat weet ik niet. Oh, weet je anders, zeg, die heb ik nou gemist. Is dat niet die schattige kapelaan die wij hier laat spraken? Weet jij hoe die heet? Ja, dat is kapelaan Finnegan. Kapelaan Finnegan, ga ik hem even goeiendag zeggen. Nee, Harold, eerst heb ik jouw hulp nodig. Wil jij even hier komen? Wat bent u van plan? Ik ga dit boompje planten. Wat, hier? Ja, kijk, ik kwam vanmorgen langs het politiebureau en daar stond hij helemaal alleen in een cementen pot. Besloot ogenblikkelijk om hem te redden en een leefbaar plekje voor hem te zoeken. Dus u hebt hem zomaar meegenomen? Ja, ja. Ja, maar dat is openbaar bezit. Ja, juist. Daarom. Ja, nou ja. Kijk, die blaadjes beginnen al geel te worden, zie je. Mensen kunnen misschien in uitlaatgassen leven, maar bomen krijgen er astma van. Haal jij hem nog maar uit. Maar heeft iemand u gezien? Dat weet ik niet. Ja, maar nee, maar ik deed niet om gezien te worden. Of om gehuldigd te worden. Ik deed het omdat het gedaan moet worden. Nee, hou hem goed rechtop. Want ik wil zijn bloedsomloop niet zijn sapsomloop niet verstoren. Pardon, dame. Dat is mijn kruiwagen. Oh, wel bedankt hoor. We hebben hem niet meer nodig. Wat is het, dame? Wat ben u aan het doen? Ik ga eerst een kuil gaan. U hebt geen recht over je kuilen te graven. Het is hier een kerkhof. Nee, maar ga niet iemand begraven hoor. Nee, nee. Ga een boompje planten. Leg jij het er maar uit. Een ogenblikje, dame, een ogenblikje. Heb je vergunning? Ik ben nu op het kantoor geweest. Wanneer had ik op het kantoor moeten zijn? Ik heb het net verzonnen. Ja, maar je kunt er zomaar niet binnenkomen lopen naar kuilen graven. Ik graaf geen kuilen. Ik plant een boompje. En hij zal hier heel mooi staan. Als hij wat opknapt, dan zult u zien, dan zult u hem vast mooi gaan vinden. Ja, ja, maar daar heb ik niks mee te maken, dame. En wie dan wel? Ja. Oh, kapelaan... Kapelaan Finnegan? Finnegan, kapelaan Finnegan. Oh, ik weet zeker dat hij het begrijpt. Dus al. Kapelaan! Oh! Mevrouw, dat kunt u niet doen. Ik ben midden in een dienst. Oh, kapelaan, dit is een kwestie van leven of dood. Oh, ja. Om wie gaat het? Het gaat om dat jonge boompje. Maar wat is er dan aan de hand? Ze wil hier kuilen graven en van mijn baas mogen ze geen kuilen graven. Nee, mogen ze niet. Wie denkt die dat die is? Onze lieve heer. Kapelaan, ik kan ze beter vragen alles weer mee te nemen, anders moet ik ze rapporteren. Hoe kunt u hem zoiets vragen? De kapelaan heeft zijn leven gewijd aan naastenliefde. Aan het ondersteunen der zwakken. Zou hij zich afwenden van dat zwakke boompje? Vertelt u het hem zelf, kapelaan. Nou ja, zo ik... doen kapelanen niet. Goed, dame, goed. Ik heb u gewaarschuwd. Ik ga naar mijn baas de volgende keer laat u mijn kruiwagen staan bij de staan. De volgende keer kom ik zeker niet hier. Ik weet veel mooiere plekjes. Ja, ja, misschien kunt u hem beter ergens anders heen brengen. Ten slotte hebt u geen vergunning om hier te graven. En als de tuinbaas straks zegt dat u weg moet, dan zie ik niet in hoe ik hem kan weerhouden. U ook. Bent u ook tegen ons? Oh, nee, maar eigenlijk... Nee, verwijt het u niet. Nee, ik ben ervan overtuigd dat hij zijn redenen zal hebben. Mijn baas zegt dat we hier zonder... Verspil geen woord meer aan. De hele atmosfeer hier is mij niet vriendelijk genoeg voor een invalide. Ik ga heel ergens anders zetten. In het bos... Wat waar? Kom mee, Harold, kom mee. We laten hem en zijn baas met hun geweten alleen. Ze zijn getikt. Kapelaan, ik begrijp dat ze een vriendin van u is. Nou ja, een kennis. We hebben elkaar laat voor het eerst ontmoet. Ze is heel origineel. Als ze nog even een originele idee hebt, dan kan ze beter uit de buurt blijven. De reglementen zijn reglementen. Ik begrijp wat u bedoelt. Ik moet nou weer eens terug naar hem. Kapelaan! Ja? Kapelaan! Is dat uw wagen? Wij zien stappen. Inderdaad, daar gaan ze! In mijn wagen! Ja! Zijn officiële naam was Sam O'Connor. Big Sam. Alles van gehoord? Nee. Nee? Ze noemden hem ook wel Sleutel Sam. Nee? Hij was heel begaafd. In de gevangenis begon hij aan boeddhisme. En toen hij vrij kwam, ging hij regelrecht naar Tibet.
Ja, ja. Zet boompje hier maar neer, zegt het hek. Ja, ja, de schep op. Ja, zo. Ja. Maar voor zijn vertrek naar Tibet gaf hij mij al zijn autosleutels. Heb ik er natuurlijk een paar bij moeten laten maken, wat nieuwere modellen. Maar niet zoveel als je zou denken, hoor. En met een paar goed stel basissleutels is het een kwestie van een paar variaties. Zie? Bedoelt u dat u met die sleutelbos zomaar elke wagen kunt binnenstappen en ermee wegrijden? Nou, zomaar elke. Ik kies. Wat zal ik maar zeggen, bijvoorbeeld met plastic hoezen over de stoelen. Die neem ik niet. We laten het boompje hier vannacht staan. Ja. Dan gaan we het morgen in het bos zetten. Eens kijken, morgenochtend. Weet u, ja. Ik weet niet of ik morgenochtend nee, kan. Nee, maar nee, wees maar niet bang. Nee, maar we gaan niet lopen. We moeten een wagen zien te vinden. Bedoelt u dat u de gewone pikt? Ja. Ja, maar u hebt vandaag de wagen van de kaplaan al? Ja. En dan wilt u morgen gewoon een ander? Ja. Ja, maar die eigenaar staat? Welke eigenaar? Wij komen met niets ter wereld. Wij gaan met niets weer weg. Is dat bezitsbegrip niet een tikje absurd? Ik dacht van niet, want je bezorgt de mensen heel veel last. Oh, lieve beste Harold. Als sommige mensen last ondervinden van het idee eigendomsrechten, dan ben ik er om hun geheugen een beetje op te frissen. Hè? Vandaag zijn we er nog, morgen zijn we misschien weg. Maar kom mee naar binnen, kom in mijn huis. Ik heb toch een heleboel verzameld, hoor. Kom maar eens kijken. Allemaal niemendallen. Maar voor mij herinneringen, als je begrijpt wat ik bedoel. Voor ieder ander volkomen nutteloos en voor mij onmisbaar. Dat is heel bijzonder. Kijk, mijn vogels. Ah, die komen op hun lunch af, hoor. Vogels, dat zijn de laatste wilde dieren die je hier nog kan zien. Kom in, kom in. Kom mee naar buiten. Wat? Hop, kijk eens even. Kijk eens even, zo vrij als een vogel. Het allermooiste, het allerbeste wat er is. Wap. Zo. Vroeger ging ik wel eens zo'n vogelwinkel binnen en dan liet ik al die kanariepieten los. Maar daar ben ik nou helemaal van teruggekomen. Dat was te progressief. Oh, kom eens hier, jij, kom eens hier. Kom eens in mijn badkamer, kijk. De badkamer? Kom eens hier, ja, kijk daar zitten. In mijn bad. Kijk, kijk. Een zeehond? Ja, ja, ja. Er zit een zeehond hier. Ja, ja. Och, wat dierentuinen vol en gevangenissen vol. Wat is de wereld toch verzot op kooien? Ja, maar dat is een zeehond. Ja, ja, is meneer Simbad. Simbad, de zeeman. Komt een paar dagen bij mij logeren. Ja, wat is het dan, zoetert? Wat is het dan? Ja, zeg jij, Harold, is goeiendag. Ja. Jij wil naar zee, hè? Jij wil naar zee. En dan gaan wij heel gauw, gaan wij daar naartoe. Hè? Jee, die zoetert hem toch. Zeg, wat vind je van mijn sculptuur? Mooi. Nee, dat kan je zo gauw niet zeggen. Nee, dat moet je eerst goed bekijken. Je moet het voelen. Je moet het betasten. Ja, en geeft het hout je antwoord. Oh ja? Ja, nee, maar de tijd voor. Ja. Wat vind je nou? Het voelt goed. Ja, hè? Ja. Ik heb de vorige maand gemaakt. Ik had ineens behoefte aan vormgeving. Ja. En die schilderijen, hebt u die ook zelf gemaakt? Nee, dat niet. Nee, wat? Hangt een beetje scheef. Hier, dit hangt een beetje in de diepte. Maar dit heb ik gemaakt. Dat heet regenboog met ei en olifant. En dat, heeft iets, hè? Mooi. Ja, zeker. Serieus. Serieus, ja. Dat is zo. Even kijken wat ik hier nog meer heb. Nee, dat is niks. En dit heeft een print van mij gemaakt. Maar daar heb ik voor geposeerd, daarom gaf hij het mij cadeau. Hebt u daarvoor geposeerd? Ja. Vind je het wel goed? Ja, ik... Oh, vind je het niet netjes? Ja, dat wil zeggen, ik begrijp nooit zo goed. Vind jij zoiets verkeerd? Nee. Oh, ik ben blij met dat antwoord, Harold. Ik denk dat we hele goede vrienden zullen worden. Oh. Ga ik jou eens eventjes mijn geurentoverdoos vertonen. En wat is dat? Dat is een machientje waar ik over had horen praten. Reactie op de onverschilligheid tegenover het zintuig neus. Ja, denk eens even na. Hier, schilderijen voor het oog, muziek voor het oor, gastronomie voor de tong, niets voor de neus. En ik wilde de neus verwennen. Een orgie voor dat
orgaan. Kijk. Dan begon ik met hele eenvoudige geuren. Hè. Eens even kijken, er staat op het ogenblik geen één cassette op. Maar de hele simpele bijvoorbeeld, zoals ik zou maar zeggen, rosbief. Of oude boeken, weet je wel, zo van het hele muffen. En dit is gemaaid gras, zie je, juist heel fris. Maar heel simpel, heel eenvoudig. Naderhand maakte het ze gecompliceerder. Dit is bijvoorbeeld op het strand onder de pier. Oh, die is prachtig. Ja, die is prachtig. Oh, zeg, onder de pier, begrijp je, die geroeste poten van die pier. Met al dat groene wier eromheen. Die zee, lucht, allemaal schelpen, mosselen. Oh, die is schitterend. Heel gecompliceerd. Zeer, zeer mooi, zeer mooi. En hier heb ik bijvoorbeeld voetbalstadion na de rust achter de tribunes. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Die is kort maar krachtig. En hier hebben we... Dat is jouw cassette. Die zet ik voor jou op. Oh ja? Kerstmis in New York. Daar gaan we. Pak jij de slurf. Je neus. Goed aandrukken en diep inademen hoor. En daar gaan we. Wat ruik jij? De ondergrond. Heel goed, ga door, ga door. Zijn sigaretten? Ja, ga door, ga door. Gepofte kastanjes. Heel goed. Ja, die vind ik lekker. Ja, heel goed, ga door, ga door. Er zit er nog een in. Ga door. Sneeuw? Ja, ja. Interessant, hè? Je kan zulke prachtige combinaties maken. Maar mag ik het dan misschien zelf van maken? Ja, natuurlijk. Het is heel makkelijk. Ja, ik ben ook nogal goed in machinerie. En als ik eenmaal het grondprincipe ken... Jij leert het zo. Ga je even water opzetten. En dan gaan wij een heel lekker kopje thee drinken. Oh, nee. Nee, dank u. Ik kan echt niet blijven. Ik heb namelijk een afspraak. Oh jee. Met de tandarts? Ja, zoiets. Mijn moeder heeft georganiseerd. Dus. Aha. Moet je maar gauw weer eens terugkomen. Hè? Ja. Mijn deur is altijd open. Beloofd? Beloofd. Dag. Dag. Jij bent Sylvia Gezel. Dag. Dag, mevrouw. Ik ben mevrouw Jason, de moeder van Harold. Ontzettend fijn om kennis met u te maken. Ja, ik ben erg blij dat je vandaag kon komen om Harold te leren kennen. Ik was hem juist aan het zoeken. Hij was net nog in de tuin. Wat een prachtige violieren. Ja, prachtig, hè? Mag ik er een? Oh. Ja, kind. Alsjeblieft. Dank u. En die tuin. Oh ja, als ik over mijn tuin... Ach, daar zie ik hem. Harold. Ja? Kom eens hier. Je eerste meisje van de computerclub is er. Ja. We wachten binnen op je. Hij ziet er ontzettend lief uit. Ja, dat is hij ook. Nou, ga zitten, kind. Oh, dank u. Zit je goed? Ja, zo zitten wij thuis allemaal. Oh ja? Nou, dan kom ik eens langs. Als ik het goed begrepen heb, loop jij college? Ja, inderdaad. En wat studeer je? PP. Wat is dat? PP? Parapsychologie. Ze proberen je te leren begrijpen wat er aan gene zijde gebeurt. Interesseert Harold zich voor wat er aan gene zijde gebeurt? Ja, ik ben bang van wel, ja. Ik vind het zo fascinerend vakken. En s'avonds, dan doe ik sensitivity training. Oh, en wat is dat? Dat is om een dieper contact te krijgen met de mens in me. Wat een interessante keuze. Ja, je moet wel in deze vrede wereld. Er is te veel ego.
Ja, ja. Vertel eens, ben jij lid van de huwelijkscomputerclub? Ik? Nee, dat heb ik niet nodig. Maar ja, de meisjes van mijn jaar, we besloten het gewoon eens een keer te proberen. We trokken loodjes en ik verloor. Hoe bedoel je dat? Oh, ik verheug me er echt reuze op om Harold te ontmoeten. Ja, ik begrijp niet waar u zo lang blijft en je kopje thee, Sylvia. Wat zegt u? En jij een kopje thee. Oh ja, graag. Ja, en ik breng even de thee binnen, alsjeblieft. En de koekjes die ik vanmorgen heb meegebracht. Ja, mevrouw. Heeft Harold een uitgesproken liefhebberij? Nou, liefhebberij is een beetje een groot woord. Hij doet wel eens verrassende vondsten. Oh, het is een grappenmaker, begrijp ik. Ja, in zekere zin wel, ja. Mijn broer die zorgt ook altijd voor zulke gekke verrassingen. Oh ja? Vertel eens. Nou, laatst op een zondag met mijn oom Fred. Toen haalden ze dat hele oude televisietoestel uit de garage, sloopten het leeg, zetten het in de eetkamer. Mijn oom Fred die gaat erachter zitten. Mijn broer roept de hele familie binnen. En wat zien we? Oom Fred leest het nieuws van 8 uur voor. Oh, dat moet leuk geweest zijn. Het is dus uw auto. Dat weet u zeker? Oh ja, zeker. Dat is mijn auto. Juist. Herkenning van eigen auto. Als u dit dan even wilt ondertekenen voor een bevelde arrestatie. Maar u gaat de gravin de Chardin toch niet arresteren? Ja, zeker wel. We hebben al meer moeilijkheden met de gehad, maar ze weet zich er steeds voor uit te praten. We hebben nu feiten en dan komt ze niet onderuit. Hé, wie ben jij? Huh? Oh, dag, Kaplan. Ik vroeg je wat. Wie ben je? Dat is Harold Chasen, die jonge man waar ik u van vertelde. Ah, die met die oude dame vandoor ging. Harold Chasen, genoteerd. Wat is er aan de hand? Waar is Mo? Ja, dat wil ik nou juist van jou weten. Ja, maar ik... Ben je met hem bevriend? Ja, maar ik begrijp... Het is heel eenvoudig, ja of nee? Ja? Juist. Kijk of je naam eerder genoteerd staat. Maar ik heb niks gedaan. Nee, dat kan met die vriendin van je is aangeklaagd wegens diefstal van een auto. Ach, weet u, inspecteur, ik wil er niet zo'n ophef van maken. Ik heb mijn auto weer terug, kunnen we het daarbij niet laten? Kapelaan, ik ben nu al een tijdje bezig om die dame klem te zetten. U kunt me niet in de steek laten. Maar een arrestatie, een rechtszaak. Als ze nou belooft het nooit meer te zullen doen. Daar is een misdrijf gepleegd en daar stappen we niet te vaardig overheen. Ik begrijp u volkomen, ik zal een hartig woordje met haar spreken, maar... Ik geloof niet dat ik haar moet aanklagen. Goed, de beslissing is aan u. Maar weet wel, kapelaan, dat u de verantwoording op u neemt voor de volgende streek iets uithaalt. Ogenblikje. Bernard, heer. Nou, moet ik nou in de dierentuin? Een jonge zeehond. Wie steelt er nou een jonge zeehond? Een zeehond. Er lopen meer gek in de stad rond dan ik dacht. Ja, oké, okay, kom eraan. Over en sluiten. En zeg jij tegen die vriendin van je, als op een goede dag weer eens een vergissing begaat... Dan glipt ze dan niet meer tussendoor. Goeiedag. Ja, meneer. Ik geloof dat hij meent wat hij zegt. Zeg vooral tegen mevrouw de Chardin dat ze voorzichtig moet zijn. Ja, goed. Haar bedoelingen zijn goed, maar ze is zo impulsief dat ze in moeilijkheden kan komen. Nee, goed, Kaplan, ik zal het dan zeggen. Ze kan maar niet over alles wat ze ziet beschikken. Er bestaan wetten. Harold. Oh, wat leuk om jou weer te zien. Nee. En met kapelaan Finnegan, wat een heerlijke verrassing. Nog interessante begrafenissen gehad van de week. Mevrouw, dit is helaas geen beleefdheidsbezoek. Ik moet u iets belangrijks mededelen. Wat opwindend, laten we naar binnen gaan. Ik vind het hier buiten zo heerlijk. Wat? Ja. Ja, en zo vredig. Ja. En geen wilde dieren of zo. Oh, nou ja, kapelaan, wat is er met hem aan de hand? Ga een heerlijk kopje thee voor u zetten. Kom het uit. Moet mij van het hart dat u veel geluk hebt gehad. Oh, kapelaan, ik ben helemaal met u eens. Ik heb besloten van een vervolging af te zien. Van een vervolging? Hoezo? Nou, ik werd er gisteren met mijn auto vandoor gegaan. Weet u dat niet meer? Hoe zag die eruit? Een blauwe Volkswagen met witte banden. En een Sint-Christoffel-penning op het dashboard. Ja, natuurlijk. Oh nee, maar nou weet ik het weer. Hij trekt een beetje naar links. Ja.
Hebt u wel eens haverstro thee gedronken? Oh, dat is zo lekker. Dat is nog gezond. Kom mee naar binnen. Maar mevrouw, u mag dit niet te licht opvatten. Een auto is een ernstig geval. Vindt u dat? Nee hoor, nee, dat vind ik niet. Ik vind een auto, daar rij je mee, maar verder niks. Kijk, als die levend was, zoals een paard of een kameel, ja, dan zou ik zeggen... Hoe is het met mijn logé? Hoe is het met meneer Simbad? Die hebt u nog niet gezien, hè? Meneer Simbad? Ja, meneer Simbad is in de badkamer en die wil niet gestoord worden. Wel nee, Harold, wel nee. Die vindt het enige als we komen kijken als die in het bad zit. Mevrouw! Nee, wacht een bal. Maar ik geloof echt niet dat meneer Simbad moet er last van. Wat is er met jou aan de hand? Als u hem dan heel lief vraagt, dan gaat hij rechtop in het bad staan met de bal op zijn neus. Mevrouw! Hallo! Het is de zeehond! Ach, ik had het kunnen weten! Het is de zeehond! Ach, lieve God, u hebt hem uit de dierentuin mee! Geloof me! Hoort u nou nog een keer? Hij vindt zo leuk om te spelen. In de dierentuin speelde er nooit iemand met hem. Ik wist het, ik wist het! Ach, lieve moeder Maria! Het is niet zijn... Een lichte duizeling. Een glas water, hè? Nee, nee, dank u. Ik moet gaan, dus... Dus u hebt die zeehond uit de dierentuin ontvreemd? Ontvreemd? Nee, nee, nee. Als u zijn bassin had gezien, veel te klein en het water vies en smerig. Ik voelde dat ik hem naar zee moest brengen, hè? Om hem zijn vrijheid terug te geven. Ja, maar de politie was net hier, die weet er al van. Oh, die aardige meneer Burnett. Wat jammer dat ik hem gemist heb. Ja, maar Maud, wat ben je niet bang dat je terug zou komen? Je mee te nemen, je daar is ik heb wel voor ergere vuren gestaan in mijn opstandige jaren. Maar wij moeten nou wel heel gauw voor meneer Simbad gaan zorgen. Ja, het spijt me, zoet het. Het is uit met jouw logeerpartij. Oh, ja. Ik breng jou vanmiddag nog naar zee. Help, pak jij gouden bloemetjes? Brengen we die op de terugweg even bij het ziekenhuis langs? Eens kijken, hier zal die wel in kunnen. Pardon mevrouw, maar gaat u die gestolen zeehond in zee loslaten? Jazeker, ja. Hebt u zin om mee te gaan? Nee, nee! Ik heb de hele middag verplichting in de kerk. Oh, dat treft. Oh ja. Ja, kunnen we met uw wagen gaan. Oh. Alsjeblieft, te gaan. God, wat zwemt die hard, hè? Kijk, hij springt. Hij duikt. Je kan zien dat hij gelukkig is. Dan gaat hij verkeerd. Verkeerd! Kwartslag naar het noorden! Ja, dan gaat hij goed, Dan gaat hij goed. Over 3 dagen kan hij bij zijn familie zijn. Nee. Oh. Hoe doe je dat nou toch? Dat vlijt op je vingers? Oh, het is eigenlijk heel eenvoudig hoor. 2 vingers tegen elkaar, onder tegen je opgekrulde tong, lippen sluiten op het eerste kootje. Ja, mijn broertje zei dat ik het nooit zou leren en in 3 weken kon ik het beter dan hij. Het is nou alweer een trucje dat ik niet kende. Elke dag iets nieuws. Dat is mijn levensspreuk, ja. Want het leven is toch ook een wonder. Het grootste wonder is dat het niet eeuwig duurt. Maar als je jou ziet, dan lijkt het meer op het tegendeel. Ja? Je niet verteld dat ik zaterdag 80 was. Ja, maar daar zie je niet naar uit hoor. Oh, gevolg van goed voedsel, goede ademhaling, goede oefeningen. Iedere morgen begroet ik de ochtendstond, zo. Even zitten. Geen twijfel aan. Het lichaam raakt op. Ik heb de herfst al lang en breed achter me. Zaterdag moet ik het allemaal opgeven. Wat? Harold, zing jij? Maar wat bedoel je? Zing jij, dans jij? Nee. Oh, ik dacht het al. In Wenen zeggen we, je levensweg moet een danspad zijn. Wat zeggen de Weners ja, dat? Ja, nou, het past zo mooi op Weense muziek. Je levensweg moet een danspad zijn. Je levensweg moet een danspad zijn. En jij, Harold, wat doe jij als je niet naar begrafenissen gaat? Oh, ik doe een heleboel. Ik werk op mijn kamer aan mijn projecten. Ga je nooit uit? Jazeker, ja. Donderdags dan ga ik meestal naar het autokerkhof. Want daar persen ze oude auto's tot zulke metalen blokken. Ja.
Je mag wel eens mee, Gilles. Oh ja, opwindend. Mm-hmm. Ja. En als dank neem ik jou mee naar een bloemenkwekerij. Ben jij daar wel eens geweest? Nee, nog. Oh, het is een feest. Oh ja? Bloemen zijn zo feestelijk. Daadwerkelijk? Ze zijn vertroostend. Ze zijn versterkend. Ze komen op. Ze groeien, ze bloeien, ze verwelken, ze verdorren, ze sterven en ze worden weer voedsel voor andere bloemen. Krijg je toch kippenvel van me? Maar alles verandert. Oh ja, alles. Oh, alles, ja. Als ik zou mogen kiezen, zou ik een zonnebloem willen zijn. Waarom? Ja, een zonnebloem. Zo groot, zo simpel. En wendt zich altijd naar de zon. En jij, Harold? Wat voor bloem zou jij willen zijn? Ja, geen idee. Ik ben maar heel gewoon. Nou ja, misschien een van die. Waarom zeg je dat? Ja, omdat die allemaal hetzelfde zijn. Wel, nee, dat is niet zo. Kijk eens, dat is een lange. Hier een hele dikke. Kijk, die hebben spikkeltjes. Die. Zie, deze missen bloemblaadjes. Zie? Het is net een boeketje Japanners. Eerst denk je dat ze allemaal op elkaar lijken. Als je ze beter leert kennen, zijn er geen twee hetzelfde. Ieder mens is anders, heeft nooit eerder bestaan, zal nooit meer bestaan. Net als hier, deze bloem. Eén uniek geval, een eenling. Ja, maar we zijn toch allemaal eenlingen? Hm? Hè, maar we moeten met elkaar leven. Ja? Ja, zeer juist. En het vreselijke op deze wereld is dat we allemaal weten dat we zijn als deze. En ons moeten laten behandelen als die. Kom maar, Harold, kom. Help mij maar op. Ja. Dan gaan wij de bloemetjes brengen. Oeh, naar het ziekenhuis. En dan gaan wij een glaasje champagne drinken op de vrijheid van meneer Simba. Nee, maar ik drink niet. Ach, geen gevaar, puur natuur. Nou, vooruit dan, op naar de champagne. Je zal het verrukkelijk vinden. Ja, dat is alweer een nieuwe ervaring. Kom maar. Oh, wat zeggen ze nou ook weer in Wenen? Oh, je levensweg moet een danspad zijn. Je levensweg moet een danspad zijn. Over. Wat een geluk dat we een wagen gepikt hebben. Nou, nee, dank u. Stelke. Nee, dank u. Nou ja, toch maar wel, alstublieft. Eén kluitje. Twee, alstublieft. Zo. Alsjeblieft, Ken. Dank u. Als ik het goed begrepen heb, ben jij secretaresse? Ja, bij Henderson. Granen en zaden. Henderson. En wat houdt dat precies in? Nou, ik begin elke morgen om 8:30. Soms 8:50 als ik de bus mis. Wat niks geeft, want meneer Henderson komt zelf nooit voor 9:00. Mijn vriendin Ella die zegt dat ik... Dat is Ella Fahrenheit, die werkt bij ons aan de overkant. Bij Huttensen, ver van Lakken. Huttensen. Niets met ons te maken, zoals u snapt. Maar wij krijgen soms hun post en zij de onze. Dit Henderson granen en zaden en Huttensen vergen lakken. Het klinkt misschien een beetje hetzelfde, maar we doen natuurlijk wel hele andere dingen. Oh, we kunnen ons daar van slap om lachen, Ella en ik. Dat klinkt heel interessant. Oh ja, spannend. Ik begrijp niet waar Harold blijft. Hij weet dat je hier bent. Hij ging even naar boven om een schoon overhemd aan te doen. En hij zegt tegen mijn held dat hij opschiet. Juffrouw Maart zit te wachten. Ja, mevrouw. Ach, stakker. Vertel eens, Nancy. Heb je altijd in deze stad geboren? Ja, ik ben hier geboren, op school gegaan. En nu heb ik hier een baan. Avonturen hoef ik niet. Het klinkt misschien een beetje als een huismut, vind ik zelf. Maar zoals mijn vader altijd zegt... Vogels die te vroeg zingen zijn voor de poes. Alles op zijn tijd. Ja. Nog een kopje thee, Nancy? Nee, dank u. Nou ja, toch maar wel, alsjeblieft. Jouw vader is een
wijs man. Wat is zijn beroep? Hij heeft mijn pensioen. Hij was bij de televisie. Werkelijk? Ja, hij installeert antennes op het dak. Ja, maar sinds het huwelijk van mijn zin Sibyl vorig jaar... Oh nee, ik vergis me. Het was het jaar daarvoor, weet u wel. Nee. Toen het zo regende. Oh ja. Dank u. Ah, het regende zelfs op de huwelijksdag. Nou, toen zegt mijn vader, ik was even een bruidsmeidje. Nou, toen zegt hij, na regen komt zonneschijn. Ja, ik denk dat hij daar gelijk in heeft gehad. Als je nagaat dat ze nou in Saoedi-Arabië woont. De man zit in de olie. Ik begrijp niet wat Harold zo lang uitvoert. Hij ging even een schoon hemd aan doen. Ah! Meneer Harold had wat moeilijkheden met zijn overhemd. Allemaal bloed. Vertel eens, Nancy, hoe kwam jij eigenlijk bij de huwelijkscomputerclub? Hè? Oh, dat is zo'n gek verhaal. Nou, vertel eens. Vorige week toen ging mijn vriendinnetje Ella... U weet wel, hè, van de overkant van Huttensen, ver van Lakken. Ja, nou, die ging uit met een vriend Arthur. En die speelt klarinet. Die heeft een tweelingbroer Arnold. En die is toevallig chauffeur bij ons. We hebben een wagenpark van al 10 auto's. Er stond al 12 vrachtwagens. Feitelijk tik ik elke week de afleveringsbon uit. Meestal op maandagmorgen, behalve natuurlijk of als er nog facturen zijn van vrijdag, want dan moeten we eerst... Harold, liefje! Dit is Nancy March. Nancy, dit is mijn zoon Harold. Hallo? Ga gezellig zitten, Harold. Dus ik heb een kopje thee voor je in. Nancy was me net aan het vertellen over... Waarover? Over de facturen. Ah? Ja, over de facturen. Ik denk dat ik een maand oh ja, Nancy is namelijk secretaresse bij Huttersens Graan en Zaden. Nee, Henderson Graan en Zaden. U denkt natuurlijk aan Huttersen Ver van Lakken. Oh, ja. Ja, iedereen begint toch altijd... Ik ben ervan overtuigd, Helen, dat je je vergist. Het is namelijk zo... Wat, zeg? Het eerste meisje heeft die... Nee, het is niet waar. En het tweede met een hakbijl, zeg je? Wat heeft die afgeslagen? Zijn rechterhand. Oh, godzijdank. Dokter, ik moet u eerlijk bekennen dat ik diep teleurgesteld ben. Ja, ik ook. Ik had gehoopt met mijn therapie enig resultaat te boeken. Wanneer komt u weer bij? Oh, heeft u je dat nog niet verteld? Harold heeft vanmorgen al zijn afspraken afgezegd. Afgezegd? Allemaal. Dokter, mijn broer, u weet wel, mijn broer die generaal is, ja? Die beweert dat alleen het leger een man van hem kan maken. Juist. Lieve Helen, na alles wat je me zo even over Harold hebt verteld, geloof ik volkomen te kunnen bevestigen dat hij alle kwaliteiten in zich heeft om een uitzonderlijk militair te worden. Gelukkig hoor, maar ik weet het niet helemaal zeker. Ik geloof dat ik het dus heb gekregen in Singapore. Oh, hangt al meer dan 40 jaar in de kast. Oh. En die kleine gouden muiltjes die erbij horen, die kan ik helemaal niet meer aan. Ja, 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 schenk jij ons tweede karafje sake nou ook maar leeg. Oh, jij ook wel. Jij ook. Ik ben blij dat we Japans gegeten hebben. Het was een verrukkelijke maaltijd. Ja, het was een verrukkelijke dag. Wandelen in de regen naar de bloemenkwekerij. Kun je je wat heerlijkers voorstellen. Ja, en die gietregen, we waren toch door en door nat. Ah. Ja. We hadden die paraplu daar mee moeten nemen. Oh, die paraplu? Ja. Die paraplu, daar heb ik in jaren meer naar omgekeken. Oh. Daar verdedigde ik me vroeger mee bij de politieke rellen. Wat? Bij de stakingen, zeg. Oh, meegesleurd door de politie. Oh, oh. En één keer heb ik me moeten verdedigen tegen die waardeloze figuren van de andere partij. Rang, bang. Oh, oh, oh. Dat was de goede tijd. Jullie hebben gevochten? Ja, ja, ja. Ja, maar waarvoor? Oh, voor een betere toekomst. Toen al.
Nou ja, voor vrijheid, voor gelijkheid, voor het verdriet in de wereld. Ah, enfin. Keizerrijken zijn dood, net als de keizers. En ik betreur de keizerrijken niet hoor, met hun nationalisme en hun patriotisme en hun grenzen. Dat heeft toch allemaal geen zin meer. Ik mis de keizer een beetje. Oh ja? Ja, als klein meisje mocht ik mee naar het paleis, tuinfeest in Schönbrunn. Zie ik nog voor me. Schitteren van de zon op de fontein. Allemaal parasols. Oh. Glanzende uniformen van de jonge officieren. Ik wou natuurlijk met een soldaat trouwen. Oh, oh, Gottlieb heeft me dat naderhand verweten. Ja, waarom? Ja, ja, oh, Gottlieb was serieus. Die hield niet van militaire poespas. Hij was groot, hij was professor aan de universiteit. Later diplomaat. De stand van je hoed verraadt je karakter, zei hij altijd. En zo hebben we elkaar leren kennen. In de Volksgarten in Wenen gooide ik hem met een sneeuwbal zijn hoed af. Ja, was allemaal voor de... Dus, is die paraplu die gebruik je nooit meer? Nee hoor, nooit meer. Wat, geen opstand meer? Oh ja, nog elke dag. Het is nog steeds dezelfde strijd voor hetzelfde doel, voor vrijheid en gelijkheid. Aha. Maar ik hoef me niet meer zo te verdedigen. Nee, ik strijd nu op mijn eigen manier. Bescheiden, individueel, met tact. Dat zijn mijn geheime wapens. Jij een trekje? Is een stikkie? Ik denk niet dat het zo goed voor is. Geen gevaar, puur natuur, kruidenmengs. Ik bezwijk ineens voor alle ondeugden. Och, deugden, ondeugden. Moet je toch helemaal niet zo nauw nemen? Maar dan moet je alles ontzeggen. Confucius heeft gezegd. De goede weg bewandelen is niet voldoende. Je moet er ook van genieten. Wat heeft Confucius dat gezegd? Hij was zo wijs, hij moet het wel gezegd hebben. Ik heb niemand zo wijs als jij. Als ik om me heen kijk, weet ik maar één ding. Dat ik niets weet. In India hebben wij eens een wijze man ontmoet. Dat was zijn beroep. Op een houten plankje stond de meest wijze woorden van de wereld. Hij verkocht speldenknoppen aan de toeristen waar iets in gegraveerd stond. Gottlieb kocht er natuurlijk een. En thuis onder een vergrootglas lazen we. En ook dit gaat voorbij. Ja. Denk daar maar aan, dat zal je van pas komen in je leven. Ja, maar ik heb niet geleefd. Maar ja, ik ben al wel een paar keer dood geweest. Hoezo? Nou, dood. 17 keer. Ja, en dan nog afgezien van de zware verminkingen. Vertel! Nou, één keer schoot ik mezelf dwars door mijn hoofd met een kinderpistooltje en een zakje bloed. Wat knap. Nee. Vertel! Het is voornamelijk een kwestie van seconden en van een goede uitrusting. In het werkelijk, hoor. Ja, natuurlijk. Oké, nou, de eerste keer had ik niets voorbereid. Op het internaat was ik een paar proeven aan het doen in het scheikunde lokaal. Ik mengde wat stoffen door elkaar, maar alles heel wetenschappelijk. Plotseling, bang! Alles springt uit elkaar. Zo'n gat in de vloer. Ik heb de grond in mijn haar verschroeid. Ik sta op. Rook en vlammen overal. Ik wou er met alle geweld uit. En goddank zie ik een oude stofkoker. Ik laat me erin glijden. In het souterrain kom ik er weer uit. Ik kom buiten. Het hele dakje ligt al laai. Mensen rennen en gillen, de alarmbel loeit. En ik dacht alleen maar heel snel wegwezen naar huis. Dat was ik. En moeder? Moeder had een van de cocktailparties. Ik sluip langs de achtertrap naar boven naar mijn kamer. En plotseling wordt er aan de voordeur gebeld. Politie. Ik hang over de trapleuning. En ik hoor ze tegen mijn moeder zeggen dat ik op school bij een brand ben omgekomen. Ja, ik kon haar gezicht niet zien, maar ze begon te wankelen. Alle gasten staren eraan.
Ze greep met één hand naar haar voorhoofd en met de andere zocht zijn gesteunen. Toen sprongen de twee mannen naar voren en zakten ze in hun armen in elkaar. Ik ontdekte toen dat ik het best makkelijk vond om dood te zijn. Ja, dat begrijp ik. Ja, ja, veel mensen vinden dat wel makkelijk. Ze zijn niet echt dood. Nee, nee, ze vluchten voor het leven. Zitten op banken langs de kant en kijken naar de wedstrijd. Ze kijken, maar ze zien niets. Er is een feest gaande, wat zij niet zien. Elk ogenblik zouden ze mee kunnen gaan doen, maar zij doen niets. Vooruit, zet hem op, durf. Stoot je kop maar. Dat dondert niet of het pijn doet, daar is het leven toch voor. Het verleden is dood, de toekomst is er nog niet, er is nu. Bakker, leef, speel. Dan moet je anders na afloop over praten. Ik hou van je, Mot. Ik ook. Ik hou ook van jou. Kom, wij gaan samen zingen. Zingen? Vertel me niet dat je niet kan zingen, hè? Elk mens kan zingen. Zelfs ik nog net. Zing jij maar achter mij aan. Ik verander de rotsen in de woestijn. Ik verander de rotsen in de woestijn. Ik wil ze in andere kleuren. Ik wil ze in andere kleuren. Ik wil ze zo mooi als een regenboog. In alle tinten van laag tot hoog. Ik wil ze zo mooi als een regenboog. In alle tinten van laag tot hoog. En de daarbij horende geuren. En de daarbij horende geuren. Ik verander de smaak van bitter verdriet en het zout van de oceanen. Geboorte en dood is zo klein op aard, maar vreugde proeven is alles waard. En het zachte zilt van tranen. En het zachte zilt van tranen. Is dat mooi? Heel goed hoor, heel goed. Wij gaan samen muziek maken. Oh nee, maar ik speel niks. Oh, op niks? Wie heeft er voor jouw opvoeding gezorgd? Ieder mens moet toch een beetje muziek kunnen maken. Dat is de universele taal. De grote dans van de kosmos. Dus even kijk, trompet. Nee, hè? Dat is... Oh, een tamboerijn. Dat vind ik zo afschuwelijk. Nee, kijk eens daaronder. Daaronder ligt geloof ik een oude gitaar. Pak die eens. Ja, die is goed. Oh, die is goed. Neem die maar. Weet je hoe je hem vast moet houden? Ja, zo. Heel goed. Ja, doe maar. Alsjeblieft. Nou ja, dat lijkt me niet bepaald op muziek. Je moet eerst kennis met elkaar maken. En als je vriendschap hebt gesloten, dan komt de muziek eruit vloeien alsof het een dans was. Hoe doe je dat? Thank you.
hebt net je nieuwe computermeisje zien voorrijden. Luister je? Luister je? Ik eis van je dat je geen waanzin uithaalt. Ik laat je met haar alleen. En ik wens haar straks niet in hysterie aan te treffen. Jij met een stuk van je been op de tafel of je schedel op de grond. Is dat duidelijk? Ja, moeder. Als jij denkt dat je het zonder dokter Matthews kan stellen, dan is dit je kans om het te doen. Ja, moeder. Dit meisje is je gast. Ja, ja. En wees hoffelijk. En bedenk dat dit je derde en laatste kans is. Hallo! Dag, jij bent... Rosie Tivoli. Juist, ja. Ik ben mevrouw Chisholm en dit is mijn zoon Harold. Hallo. Hoe maak je het? Geen enkele reden tot klagen. Ach, dan weet ik het weer. Je bent toneelspeelster. Ik mag het hopen. Ah, dan zal je heel wat met Harold te bepraten hebben. Alles wat met theater te maken heeft, interesseert hem. Prima. Nou, ik geloof dat ik jullie maar even alleen laat. Harold, misschien heb jij een sigaret voor juffrouw Contiki. Tivoli, mevrouw. Oh, ja. Sigaret? Nee, dank je. Krijg je gele vingers van. Zeg, Tivoli, heet je echt zo? Dat is de naam van mijn leraar van de Academie voor Dramatische Expressie. Louis Tivoli. Wel eens van hem gehoord? Nee. Heeft een zeer beslissende invloed gehad op de ontluiking van mijn instrument. Wat? Mijn instrument, dat is mijn lichaam. Maar dat weet jij natuurlijk, hè? Toen de openbaring van mijn nieuwe ik in mij doorbrak, heb ik mezelf Tivoli genoemd. Ter ere van mijn leraar. Rosie heet ik echt. Nou ja, Rosa. Goed zeg. Wat? Goed ingericht bedoel ik. Dat doet me een beetje denken aan ons decor voor Macbeth. Moderne versie dan, hè? Speel jij? Nee, ik ben het aan het leren. Speel jij? Eigenlijk niet, nee. Ik heb een tijdje gitaarles gehad, maar ik heb het op moeten geven. Ik kreeg eelt op mijn vingertoppen. Ja, en als actrice kunt u nergens op je instrument eelt veroorloven, hè? Nee, waarschijnlijk niet, nee. Speel jij veel? Vaak? Train elke dag. Methode Tivoli. Hou je instrument in conditie. De laatste tijd heb ik hoofdzakelijk klassieken gedaan. Shaw, Shakespeare, Cleopatra. Ik ga het doen met een Egyptisch accent. Wat een goddelijke wapens! Het einde, zeg. Mag ik eraan komen? Jij vraagt erom. Waar vraag ik om? Oh nee, ik bedoel dat het een goddelijk wapen is. Echt Japans, hè? Ja, echt Japans, ja. En met name deze is heel interessant, want kijk, dit is een dolk voor harakiri. Het is dat, harakiri? Het is een oud Japans ritueel. Zoiets als een theeceremonie? Nee, niet helemaal, nee. Kijk, ik zal het je laten zien. Fantastisch! Van wie heb jij les gehad? Oh, wacht! Wat is dat? Een kroes geklemd in een trouw Romeo's hand. Vergift naar ik zie, deed hem ontijdig sterven. O, gierigaard, o, alles opgedronken, geen enkele vriendelijke drop voor Julia om je te volgen. Ik zal je lippen kussen, misschien bleef er wat gif genade hangen, genoeg verkwikking nog om mij te doden. Je lippen zijn nog warm. Hoor ik gerucht, laat ik kort zijn. Kom, dolk van pas. Daar is de schede. Roest, daar. Laat mij sterven. Oh, pardon. Neemt u mij niet kwalijk. Roos, dit was je laatste kans.
wat leuk dat u weer eens aankomt, Wipke. Weet me zo dat ik de vorige keer niet thuis was. Mevrouw, ik kom voor een ernstige zaak. En dit keer komt u er niet met een handig praatje vanaf. De gebroeders Barclay. Meubels, antiek. Zegt u dat iets? Moet ik ze kennen? Ja, natuurlijk moet u ze kennen, want daar komen alle spulletjes vandaan. Ja, natuurlijk. Oh nee, maar nou weet ik het ook weer. Ach, zo'n aardige verkoper. Hij had een zenuwtiek aan zijn linkeroog. Hebben we heel lang over zitten praten. En weet u waar hij van droomde? Om zich in te schepen naar de stille Zuidzee om papegaaien en schildpadden te fotograferen. Heette niet Elliot? Pieter Elliot? Ja. Wat zou er van hem geworden zijn? Nou, voor zover wij zijn nagegaan, bevindt hij zich op een vrachtboot richting Samoa. Wat geweldig. Ik had hem zo aangeraden om het te doen. Het was de enige manier om van die tiek af te komen. Ja, maar hij liet er laatst zo'n troep achter in zijn papieren dat de gebroeders Barclay mij te hulp hebben geroepen. Aha. Ik heb hier een lijst van alle artikelen afgeleverd aan dit huis. Alsjeblieft. Oh, maar geen spoor van enige overmaking van geld. Dus, nou ja, tenzij u hier contant wenst te betalen, zal ik moeten overgaan tot onmiddellijke beslaglegging en inneming van alle vernoemde artikelen. Hebt u het geld? Heb ik? Wel, nee. Hé, dat dacht ik al. Ja, jongens, kom maar. Alsjeblieft. Dan ga je gang. Oh, laat u alles weghalen. Wat op die lijst staat, ja. Mevrouw, ik zou liegen als ik niet toegaf dat het me een zekere voldoening geeft. U bent al geruime tijd een nagel aan mijn doodkist. Maar ik ben geen ongevoelig mens. Ik weet hier in de buurt een uitstekend bejaardentehuis. Dus als u nou dit huis verkoopt... Dit huis? Ja. Staat het niet op de lijst? Pardon? Ik dacht dat het huis in de tijd tegelijk met alle spulletjes kwam. Ja, maar is dat huis dan niet van u? Wel, nee. Ja, maar dat moet ik dan verifiëren. Nee, dat is zo, inspecteur. Ja, maar als dat waar is, mevrouw, dan moet u er morgen uit. Morgen? Oh, morgen ben ik jarig. Dat treft heel goed. Ik was toch al van plan om weg te gaan. Dag, Moord. Moord? Harold, oh, kom op bij. Hoe meer gekken, hoe meer vreugd. Inspecteur, hoe lang gaat dit duren? Nou, als we er vandaag niet meer klaar zijn, halen we morgen de rest. Morgen de rest. Uitstekend. Moord, wat gebeurt hier? Ze ontruimen het huis. In beslag leggen heet dat, hè? Ja. Inspecteur, wilt u niet een van mijn schilderijen hebben? Een beetje kleur in het politiebureau? Nou, nee, dank u wel. Nee. Maar Moord, ja? Moord, je gaat toch niet in een leeg huis wonen? Nee, het huis gaat ook weg. Nee, kom inspecteur, kom binnen. U hebt de eerste keuze uit mijn collectie. Oh, wat opwindend. Al die dingen gaan morgen ergens anders een nieuw leven beginnen. Inspecteur, een privé souveniertje. Kijk eens, het vogelzaadbadje. Nee, dank u. Vogelbadje. Het vogelbadje. Dat, of weet u wat? Een granium. Harold! Oh, nee, we hebben het boompje nog niet geplant. Jammer, Moord. Nee, dat is nou dadelijk gebeurd. Neem jij het gauw mee. Inspecteur, neemt u ons niet kwalijk, hoor. Dat kan niet wachten. En als u ons ergens voor nodig hebt, voor wat dan ook, wij zijn in het bos. Kom, Harold. Vindt u goed dat ik dat... vogelbadje dan maar mee, hè? Inspecteur, u mag het hebben. U mag erin gaan zitten en u mag een bal op uw neus laten balanceren. Zo. Ja. Oh, ik denk dat hij hier heel gelukkig zal zijn. Ja, dat is goede grond hier. Ja. Ik hou van contact met de aarde. En die geur. Heerlijk, hè? Ik weet niet. Jawel, dat is aarde. Ja. Oh, dat is allemaal een wonder. Oh, alles om ons heen leeft. Allemaal levende schepselen. Ja, maar die worden hier morgen niet uitgezet. Hè? Ja, Moord. We moeten die inspecteur op een ander spoor zien te zetten, want... Nou ja, ik zal het je maar zeggen. Ik heb vanmorgenavond een verrassing voor je. Ja, voor je verjaardag. Oh, Harold. Oh, maar dat kan nog best. Voor overmorgen gooien ze me er niet uit. Nee, maar je meubels toch? Ja, nee, eten we op de grond. Hè? Hebben we meer ruimte om te dansen? Nee, maar die inspecteur, kunnen we nou niks slims verzinnen? Oh, Harold, laten we daar niet over piekeren. Hè? Kom, dit is klaar. Vaarwel, boompje. Voor groot, voor groen. En sterf om de aarde weer te voeden. Kom. Ga ik jou iets laten zien. Oh ja? Ja, ik ga jou nou iets... Oh, wat een grote bas. Oh, ja. Ah.
Wat vind jij van deze boom? Wat hoog? Wacht maar, tot je boven bent. Wat, maar je klemt er toch niet in? Ja, natuurlijk. Doe ik altijd als ik hier ben. Kom maar, het is een... Kom maar, het is een hele... Ja goed, ik kom wel. Ja, zou je geen spijt van krijgen hoor. De uitzicht van de top is schitterend. Oh, dat hoop ik dan maar. Ja, schitterend. Zie, u komt bijna vanzelf boven. Deze takken zijn voor ons gegroeid. Oh, adembenemend hè. Ja, hoog. Daar zitten we zeg, in een reusachtige wieg. En we kijken uit over duizenden bomen. En wij zijn zo'n klein deeltje van dat alles. Hey, en ik zie de zee. Ja. Wat staat er veel wind hier? Nou, we moeten de zeilen hijsen. Misschien varen we ergens heen. Ah, de wind opvangen en de golven breken de grote ruimte in. Oh god, wat zou dat... Oh, wat zou dat beklemmend zijn. Ja, jij zou dat kunnen, maar ik denk ik niet. Ah. Nee, want de meeste mensen zijn heel anders dan jij die... Ja, die leven alleen en die sluiten zich op in hun kastelen. Ja, zo was ik. Ja, nou, kastelen, woonwagens, hutten. Iedereen sluit zich op. Iedereen sluit zich af. Je moet de ramen opengooien, de ophaalbrug laten zakken. Mensen ontdekken, met ze praten, met ze vliegen. Oh, het is zo goed om over de muur te klimmen en in de buitenlucht te slapen. Ja, maar er is ook moed voor nodig. Hè? Ja. Ben jij nooit bang? Nee, wat bekend is kennen. Wat onbekend is, ga ik verkennen. Trouwens, ik heb zoveel vrienden. Oh ja? De hele mensheid. Oh, dat zijn er wel wat velen. Ah. Ja, weet je wel zeker dat het allemaal je vrienden zijn? Oh ja hoor. Oh ja. Hè? Ik had mijn tas mee naar boven moeten nemen, had ik hier wat kunnen breien. Oké, ik ga hem wel even voor je halen. Ja. Kijk meteen of ik nog nootjes heb. Aha. Ja, geen honger? Ah, een beetje. Ik kom ook naar beneden. Ik heb geloof ik nog mandarijntjes. Zeg, ken jij het verhaal van de twee architecten die de Boeddha om geld kwamen vragen? Nee. De eerste architect had een brug gebouwd. De Boeddha knikte bewonderend en ging in meditatie. Kwam een grote witte stier, zo'n zak goud op zijn rug. Neem het, zei de Boeddha, en bouw meer bruggen. De tweede architect had een muur gebouwd. De Boeddha knikte weer bewonderend en ging in meditatie. Daar kwam weer die grote witte stier. En die nam de tweede architect zo op zijn horens. Oh, die zit het hele verhaal te verzinnen. Nee hoor, dat is zo, het is zo. De wereld heeft geen muren nodig, maar bruggen. We moeten meer en meer bruggen bouwen. Ik ontdek nog eens wat met jou. Ik zou de Mont Blanc opgaan als jij meeging. Wat zou jij dat mooi vinden? Wat, ben jij er dan op geweest? Ja. Heel lang geleden, met Gottlieb. Ik had gewed dat ik de Hellespont over zou zwemmen. Dat is daar bij Constantinopel. En toen dat lukte, wedde hij dat hij de Mont Blanc op zou klimmen. Ja. Ik heb geen mandarijntjes meer bij een appel. Ja, lekker. Wat is er eigenlijk met je man gebeurd? Hij is gestorven en ik ben nooit te weten kunnen komen hoe. Na de oorlog was alles één grote chaos. En toen ik kon gaan informeren en onderzoeken, was er niemand meer te vinden die iets van hem afwist. Harold, er is niets anders dan nu. De hemel is oneindig blauw. Ja. En die ruimte. Die ruimte is immens zwart. Ja, met onnoemelijk veel sterren. Een vriendin van mij zei eens, die schitteren allemaal nu ook overdag. Maar we kunnen ze niet zien. Zoveel dingen die ons begrip te boven gaan. Maud? Hm? Maud, ben jij gelovig? En wat betekent dat? Nou, geloof jij in God? Ja, iedereen denk ik. Oh ja? Ja, ik denk van wel. Als je even dieper graaft. Ah, jawel, maar God, wat betekent dat voor jou?
Oh, alles is God. Heeft zoveel namen. Allah, Brahma, Shiva, Ishvara. Ik houd het meest van wat de Koran zegt. God is liefde. Nee, dit is het, de Bijbel. Dat is waar. Ja, dat is een heel bekend cliché. Oh, ja. Nee, een cliché. Wat vandaag cliché is, is morgen weer origineel. En vice versa. Als ik naar zo'n boom kijk, dan is alles wat ik weet dat een schepping is. Schattig, hè? Ik heb vorig jaar pas leren breien. Fijn is het hier. Ik voel me net een kind. Goed. Weet je wat ik graag zou willen doen? Nee. Koppieduiken. Nou, dat lijkt je. Ja, dat staat zo stom. Hè, wat geeft dat nou? Ieder mens heeft toch het recht zo meer dan stom te doen? Vooruit. Ja? Ja, toe. Ja. Ah. Ik kan nog wat. Oh nee, doe maar. Oh, kijk nou eens. Oeh. Kom je ook een rat slaan? Nee, dat kan ik niet. Ik ga een beetje ondersteboven. Dat is zo goed voor de bloedsomloop. Dat lijkt zeker net of je in de hemel loopt. Nee, maar het is soms net of het mijn voeten niet zijn. Oh jee, mijn haar. Het was net een wolk. Je bent zo mooi. Jij bent de mooiste vrouw van de wereld. Oh, Harold. Ik voel me net een schoolmeisje bij jou. Dank je voor deze dag. Kom maar. Houd mij maar op. En dan gaan wij samen kijken naar het einde van deze dag. Daar gaat de zon. En wij draaien van hem weg, de duisternis in. Maar met de sterren. Ja, zoals je vriendin zei. Ja, zij geloofde in de sterren. Dat hield haar op de been. Ondanks de honger, de kou en de bewakers. Wat is er eigenlijk met je vriendin gebeurd? Ze stierf in mijn armen op 21 maart 1943. De eerste lentedag. Zoals zoveel anderen. Kijk. Wat? Daar. Het is alleen maar een zeemeeuw. Oh, een drijfvis beschreef op zijn duivelseiland. Prachtige vogels. Veel later in Engeland, toen hij vrij was, begreep hij dat het alleen maar zeemeeuwen waren geweest. Kom, Harold, kom. Voor mij zullen het altijd prachtige vogels blijven. Ruimte. Het lijkt wel of een cycloon erin is gegaan. Oh, kijk, zo hier en daar wat neergezet. Daar hou ik wel van. Oh, mijn lampjes weg. Oh, net of ik alles pas voor het eerst zie. Ja, maar wat doe je morgen als de rest komt, man? Ik geef alles weg. Aan iedereen wat. De boeken gaan naar het ziekenhuis. Maar wat er ook gebeurt, ik zorg voor je. Wat zeg je? Jij hoeft je geen zorgen te maken. Oh, Harold. Dat is lief van je. Moet voor jou iets heel speciaals uitzoeken. Nee, maar ik meen het, Mort. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Kijk. Ze hebben twee kaarsen voor ons laten staan. Steek ze aan. En dan ga ik voor ons iets te drinken zoeken.
Ja hoor. Kaarslicht, zie je? Dat is wat we nodig hadden. Oh. En mijn geurentoverdoos breng ik morgen naar het weeshuis. Wat een drukke dag in het vooruitzicht. En ik heb ook nog een verrassing voor je. Ja, ook voor morgen hoop ik. Ik kan aan niets anders denken. Zo, dat is klaar. En nu een muziekje. Chopin. Een dal op Chopin. Ja. Mooi. Kaars ook, Harold. Mooi. En ze ruiken zo lekker. Nee. Wat is dat, sandelhout? Nee, het is muskus van de jak. Het zal in de winkel wel anders heten. Fragrance Himalaya. Of Dalai Lama's Delight. Klinkt beter. Ja, romantischer. Kijk eens. Wat een sterrenhemel, hè? Weet je dat het licht van zo'n verre ster er soms een miljoen jaren over doet om ons oog te bereiken? Een miljoen jaren. Dat kan daar niet allemaal in gebeuren. Wat is er dan van ons geworden? Moord? Ja. Moord, zullen we wat zingen? Ja, goed idee. Ja? Ik heb mijn gitaar nog hier en ik heb echt heel goed gestudeerd. We hebben de piano weggehaald. Ik heb geloof ik nog een oude mondharmonica. Kunnen we samen een duet spelen? Oh god, al die oude dingen. Nou, het tokkelen gaat al. Ja, niet echt goed natuurlijk, want ik pak die grepen nog niet zo snel. God, ik zie ineens al die dingen van vroeger. Moord? Moord, wat is er hier, hè? Ja, ik zie ineens al die oude dingen. De laatste brieven van Gottlieb. Dat zakdoekje. Van hier, dat. Uit de oorlog. Oude foto. Wat was ik daar anders? Zo dezelfde. Ja, maar Moorteke, ik heb je nog nooit zien huilen. Ik dacht altijd dat verdriet jou niet bereiken kon. Ja, ik huil. Ik huil om dit hier. Ik huil om jou, ik huil om een zeemeeuw. Ik huil om een zonsondergang. Ik huil als een mens een medemens martelt. Een spijt krijgt en om vergeving vraagt. Wat hem geweigerd wordt of gegeven wordt. Lachen en huilen. Lachen en huilen kan alleen een mens. Nee, Betty, een totaal fiasco. De eerste is weggerend en de tweede viel flauw en de derde bezorgde me bijna een hartaanval. Een volslagen krankzinnige actrice had het allemaal over het instrument. Ging toen wel bovenop Harold liggen, maar Harold vond er niks aan. Nou ja, dat was donderdagmiddag. Nou is hij gistermorgen de deur uitgegaan en hij is nog niet terug. Nee, de hele nacht niet thuis geweest. Waar? Ja, dat bedoel ik juist. Ik weet het niet. Ik ben zo verschrikkelijk ongerust. Hallo, Harold. Waar kan die jongen nou te zijn? Een ogenblik, alsjeblieft, Betty. Harold! Waar heb je gezeten? Ik ben vannacht niet thuis geweest. Ja, dat heb ik gemerkt. Ik ben de hele morgen in blok zenuwen. Waar ben je vannacht geweest? Moeder, ik ga trouwen. Wat zeg je? Ik ga trouwen. Een ogenblik, alsjeblieft, Betty. Harold, kom hier! Ik kan niet op me binnenwandelen, dat soort dingen zeggen, dan weer wegwandelen. Als dit ernst is. Oh ja, dit is ernst.
Dan moet ik weten wie het is. Wie is het? Nou, je hebt er nog... Nee, zeg me niet dat het die actrice is. Nee. Ah, goddank. Nou, welke dan? Die soepjurk? Of die Henderson en Henderson? Nee, geef hem beide. Maar wie dan? Ja, haar heb je nog nooit ontmoet. Hoe ziet ze eruit? Heel mooi. En waar heb je haar ontmoet? Oh, in de kerk. In de kerk? Ja. Kent kapelaan Finneken haar? Ja, het zijn geloof ik hele goede vrienden. Oh, ja. Moeder, moeder, ik ga een trouw inkopen en ik vraag haar vanavond een huwelijk. Ja, oh, Harold, nee. Wij moeten ons niet als op de kop in een avontuur starten. Wat is haar achtergrond? En waar komt haar familie vandaan? Oostenrijk. Oostenrijkse aristocraat. Aristocraten? Ja, ze is geloof ik gravin. Gravin? Een echte? Moeder. Moeder, ik moet echt gaan. Harold, ik moet leren kennen mijn poetsen. Ik moet een bezoek afleggen bij haar familie. Oké, het allerlaatste huis in de Waverly Street. Het enige huis dat er nog staat. Nummer 726. Ja, oh, Harold. Ja. Je hebt nog niet gezegd hoe ze heet. Moord. Moord? Maud Chisholm. Gravin. Maud Chisholm. Betty! Betty, ben je nog? Er is iets ongelooflijks gebeurd. Harold heeft een meisje. Ja! Ja, komt u binnen, inspecteur. Ook heb juist water opgezet. Drinkt u een kopje thee? Nee, dank u wel. Maar het is haverstroothee. Ik weet dat u dat nog nooit gedronken hebt. Nee, dank u wel. Hoe is het mogelijk dat iemand een nieuwe belevenis kan afwijzen? Mevrouw, ik kom van het kantongerecht. Ik heb een aanzegging tot ontruiming. U hebt 24 uur om dit huis te verlaten. Oh, een zee van tijd. Ik ben al veel eerder weg. Inspecteur, zou u hier even uw vinger op willen houden? Wat pakjes voor vrienden, dank u. Nou, u vindt natuurlijk dat ik u wat te hard heb aangepakt, hè? Wel, nee, inspecteur, wel, nee, wat denkt u dan? Jawel, jawel, maar ja, u moet begrijpen, het is mijn werk. Iemand moet er zijn om mensen zoals u te verhinderen de boel op de kop te zetten. Ja. Persoonlijk heb ik niets tegen u. Maar ja, dat wou ik u even zeggen. Nee, maar heb ik ook nooit gedacht. Inspecteur, mag ik nog één keer uw vinger? Ja. Ze worden gehaald door iemand van het ziekenhuis. Zeg, inspecteur, nou toch niet een klein privé souvenirtje voor u? Eens even kijken, want ik heb nou bijna alles ingepakt. Al. Oh, hier, hier. Een extase van de heilige Theresia. Dat bent u? Ja, ja. Nee, dank u wel. Nee. Oh ja, het is ook eigenlijk meer een religieus onderwerp. Ik geef het een kapelaan Finnegan. Ja. Goed. Ja, dank u wel. Ach, neemt u me niet kwalijk. Ik zoek mijn huis in Beverly Street, nummer 726. Ja, dame, dat is hier. Dit is het enige en laatste huis in de Beverly Street. En gelooft u me, dame, het is er nog één te veel. Hallo, komt u binnen? De boeken liggen klaar. Ik heb juist thee gezet. Hebt u even tijd voor een kopje? Mevrouw, brengt u melk of citroen? Breng het allebei mee. Wel ja, zo. Gaat u zitten, gaat u zitten. Mevrouw, ik denk dat ik op het verkeerde adres ben. Huh? Ik zoek namelijk een jong meisje. Oh, komt u niet van het ziekenhuis? Nee. Oh, wat mal. Ik dacht dat u van het ziekenhuis kwam. Ze zou iemand sturen om wat boeken te halen. Ah, juist. Ja, ja, dat doe ik ook vaak inzamelen voor ziekenhuis en zo. Maar op het ogenblik zoek ik een jong meisje dat hier moet wonen. Nee, ik ben de enige die hier woont. En ik ben vandaag 80. 80, af van buitengewoon. Laat me feliciteren. Dank u, dank u. Gauw even een kopje thee ook. Ik heb nog zoveel te doen vandaag. Zoals u ziet ga ik weg. Alles ligt ondersteboven. Ja, gaat u toch zitten, toe. Suiker? Oh nee, dank u. Misschien trekt dat jonge meisje hier dan
na u eet. Dat zou kunnen, ja zeker. Oh, dank u wel. Alsjeblieft, en een koekje. Oh nee, dank u. Ah nee, die heb ik zelf gebakken met amandeltjes en vijgen. Nou, eet je dan graag dan. Ach, wat een prachtige zilveren theepot hebt u daar. Ja, het is een antieke. Die is nog uit de familie van mijn man. Het is heel oud zilver. Vindt u hem mooi? Buitengewoon. Dan geef ik hem aan u. Dan geeft u maar mij. Dat zou me een groot plezier doen. Dat kan ik niet accepteren. Waarom niet? Ik ben ervan overtuigd dat u heel goed voor hem zult zorgen. Ja, dat zeker. Nou ja, mag ik hem dan van u kopen? Nee, nee. Hij is van u. Oh, nou, dank u wel. Het is bijzonder vriendelijk van u. Helemaal niet, helemaal niet. En nog een koekje. Ja, eentje dan graag. Ah, nee, nee, maar twee. Nee, dank u. Ach, die thee, wat een aroma. Dat is nou haverstroothee. Haverstroothee, ja. Die moet ik zien te kunnen. Ja. Ach, nou, neemt u me niet kwalijk. Ach. Ik heb mezelf nog niet voorgesteld. Ik ben Helen Chasen. De moeder van Harold. Ja? Ik ben zo blij u te ontmoeten. Harold heeft zo vaak over u gesproken. U bent... Gravin de Chardin. Mathilde de Chardin. Gravin. Een titel die een beetje uit de tijd is. Ja, zegt u maar Maud. En Helen, hè? Maud! Wat is er aan de hand? U kent mijn zoon. Jazeker, jazeker. We zijn hele goede vrienden, ja. Maar ik vind het ook een heel bijzondere jongen. Intelligent en gevoelig. Ik ben erg dol op hem. Was u toch van op de hoogte, niet? Ja. Wie is dat jonge meisje dat u zoekt? Oh, iemand die u aan hem wilde voorstellen. Nee, dat niet. Kijk, hij moet wat meer uitgaan, vindt u niet? Wat meer mensen ontmoeten. Ik weet dat u die computermeisjes hebt geprobeerd. Harold heeft het me verteld. Maar hij moet zelf iemand vinden. Ja, daar ben ik juist zo bang voor. Oh, vroeg of laat vliegt de vogel uit. U zei dat u wegging. Ja, vannacht om 12:00 ben ik wel weg. Ver weg? Ja, ik denk van wel. Ja. Ah, dan is het dus niet nodig om te praten over... Waarover? Ja, het is namelijk een enigszins delicate kwestie en ik weet niet zo goed hoe ik beginnen, maar... heeft Harold al met u over het huwelijk gesproken? Nee. Hoezo? Ah, ja, het is namelijk een erg impulsieve jongen en als hij een idee in zijn hoofd heeft, dan... wat denkt u van het huwelijk? Het kan een prachtig avontuur zijn. Twee mensen die één worden. U bent zelf getrouwd geweest, ik hoef u niets te vertellen. Ja, maar wat denkt u van een oudere vrouw die met een jonge man trouwt? Zie ik geen enkel bezwaar in. Nee. Dat is makkelijk gezegd. Ja, wat vindt u dan van een oudere man die met een jonge vrouw trouwt? Dat is wat anders, dat wordt geaccepteerd. Ah, ik begrijp het. U bent bezorgd over wat de mensen zullen zeggen. Nou ja, het is wat... Daar topt u over. Ja, ik bedoel een vrouw op zekere leeftijd. Ja, die al eens getrouwd is geweest. Ja. Die haar man dood is. Juist. En die erover denkt te hertrouwen met een jonge man. Ja. Helen, aarzel geen seconde trouw. Natuurlijk zullen er mensen zijn die het belachelijk vinden, maar luister naar je hart, dan kun je je niet vergissen. Nee, begrijp me niet. Het gaat niet om mij, het gaat om Harold. Oh, Harold zal het uitstekend vinden. Ik zal met hem praten als je het wilt. Nee, nee, dat is het niet, dat is het niet, dat is het niet. Ik moet weg. Het was een vreugde je te ontmoeten. En geloof me, Helen, geloof me, met wat goede ademhaling en wat goede oefeningen ben jij vast en zeker tegen je jonge vriend opgewassen. Helen, 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 dag en nacht. Ja, oh, schrik, je teapot! Zo, die schrik, hè? Ze is gek, stapelgek. Ze is 80 en mijn zoon wil met haar trouwen. Mevrouw, toch, lieve Helen. Met een 80-jarig mens. Ik geef mijn toestemming niet. Waar gaat het om? Heeft de moeder dan geen enkel recht? Kapelaan Finnegan, u kent Harold toch? God, ik geloof het stik. Een allerliefste jongen en heel gelovig. Ik zie hem vaak bij begrafenissen. Juist, ja. Hij wil gaan trouwen. Hij wil gaan trouwen. Wat een goed bericht. Ken ik het gelukkig gebruikt? Het schijnt dat u hem zeer goed kent, kapelaan. Het is de gravin. De gravin? Ja. Maud. Heilige moeder God.
Harold, je moeder is letterlijk en figuurlijk ondersteboven. Ondersteboven? Ik krijg een zenuwinstorting. Harold, weet je zeker dat dit voorgenomen huwelijk niet weer een nieuwe vorm is van je jeugdige rebellie? Ten slotte heb je zelf toegegeven dat je met al die dramatische zelfmoordpogingen de aandacht wilde trekken. Toen misschien, maar nu niet meer. Gooi alle materialen weg. Dan zal mijn moeder blij om zijn. Ze is in de wolken! Helen, vanuit een Freudiaan standpunt bezien... Is hij na een zelfmoordperiode meteen in de seniliteit geraakt? Wat kan de moeder nog meer wensen? Nou, mijn lieve mevrouw. Maar praat u dan toch met hem, houdt u hem tegen? Harold, je moeder maakt zich een beetje ongerust. Het spijt me verschrikkelijk. Waarom, wat bezielt je? Liefde. Wat? Liefde, ik heb lief. Dat is geen liefde, dat is perversiteit. Je was toch altijd al gek op antiek? Dokter, zeg toch tegen hem dat die vrouw oud genoeg is om zijn moeder te zijn. Grote god, ze is oud genoeg om mijn moeder te zijn. Het is het Oedipuscomplex, dokter. Dat zou u moeten weten. Helen, je maakt jezelf nog ziek. Kapelaan, praat op hem in. U moet het hem verbieden. Ik geloof niet dat ik de juiste persoon ben voor deze kwestie. Hij is reeds op huwbare leeftijd. En als hij iets dergelijks van plan is, dan zie ik niet in hoe ik... Of de kerk. Maar luistert naar u, heeft respect voor u, is dat niet zo, dokter? Voelt u zich niet goed, kapelaan? Het is niets, een lichte duizeling. Oh, ik ook hoor, ik zou zo flauw kunnen vallen, Harold. Kapelaan Finnegan heeft jou iets te zeggen. Wie? Ik? Ja. Zeg hem dan toch dat het een schandaal wordt in de kranten en bij de vrienden op de hele wereld. En... In uw parochie. Oh, God, nee. Harold. Ja, kapelaan. Harold, de kerk heeft niets tegen het samengaan van oud en jong. Elke leeftijd bezit iets moois. Maar een samengaan in een huwelijk heeft te maken met... een doel. Met de voortplanting. Ik zou mijn plicht verzaken wanneer ik zou verzwijgen dat het idee... Het idee van jouw lichaam. Och, nee. Jij zo sterk en jong, tezamen met... Dan vrees ik. Eerlijk gezegd, dan vrees ik. Ik vrees dat ik niet goed word. Dokter, kapelaan wordt zo rood, bent u ziek? Dokter! Het is niets, het gaat zo over. Kan ik u ergens mee helpen, kapelaan? Lucht. Alleen een beetje lucht. O, Harold, je bent mijn zoon. Hoe kun je me dit aandoen? Moeder, ik moet nu weg. Je vergooit je leven. Nee, dat denk ik niet. Nee. Het is duidelijk, het kan jou niet schelen. Jij krijgt geen 80-jarige schoondochter. Waar ga je naartoe? Ga weg. Ga je weg? Ja. Waar ga je heen? Trouwen. Met een vrouw die ik lief heb. Pas op dat je niet stoot. Ja, stoten, waar tegen. Vanmiddag was de kamer al leeg. Dat heb je al die tijd uitgevoerd. Hopla! Oh, het is oogverblindend. Ja. Hoe heb je dat allemaal zo gauw klaargespeeld? Nou ja, het nam wat meer tijd dan ik verwacht had. Ik hoopte dat het een diner zou worden, maar... Achteraf is het meer een laatste soupé. Ik ben ook nog lang niet klaar met mijn pakjes. Moet jij maar doen morgen. Ja, maar vergeet niet dat ik ook nog een verrassing voor je heb. Ja, ook voor morgen hoop ik. Ik ben dol op verrassingen. Ik vind zoiets als bellen blazen. Zonnebloemen, waar heb je die vandaan? Zelf gemaakt. Wat mooi, Harold. Maar hier. Hier staat één echte bloem. Van mij. Ja. Voor jou. Een eenling, weet je nog? Ja, natuurlijk weet ik dat nog. En nu, om dit feest te vieren,
champagne. Ja, geen gevaar, het is puur natuur. Oh, of er een zon van vuurwerk in de kamer is ontploft. Ja, pas maar op. Oh. Oh. Waar drinken we op? Mag jij zeggen. Op jouw moord. Op gisteren. En op vandaag. Oh ja, en op morgen. Een volmaakte verjaarsdrong. Steekt een dichter in jou. Nee, jij had dichter moeten worden. Ik een dichter, oh nee. Een astronaut, ja. Wat? Een astronaut. En dan een privéonderneming. Zoals die mannen die uitzeilden met Magellaan om te ontdekken of ze over de rand van de aarde zouden vallen. Zou het vreemd zijn als ik net als zij weer op mijn punt van vertrek terug zou komen? Maud? Ja. Maud, zullen we zingen? Oh, dat herinnert me aan iets. Ja? Oh. Ja, ik heb weer gitaar op hier en ik heb wel echt heel goed geoefend. Verander de rotsen in de woestijn. Ik wil ze in andere kleuren. Ik wil ze zo mooi als een regenboog. In alle tinten van laag tot hoog. En de daarbij horende geuren. En de daarbij horende geuren. Ik verander de smaak van bitter verdriet. En het zout van de oceanen. Geboorte en dood is zo klein op aard, maar vreugde proeven is alles waard. Het zachte zilt van tranen, en het zachte zilt van tranen. Goed, Harold, goed. Je hebt gevoel voor muziek, laat het niet verloren gaan. Wat is dat? Een bewijs van mijn genegenheid. Dank je, maar wat is het? Maak het open en gebruik het. Goed, maar hier. Maak jij eerst het mijne open. Nog een verrassing had je niet moeten doen. Het is een ring. En niet zo'n hele dure, maar ik hoop dat hij je gelukkig maakt. Ik ben gelukkig. Ik zou niet gelukkiger kunnen zijn. Je had geen liever afscheid kunnen bedenken. Afscheid? Ja, ik ben vandaag 80. Ja, maar je gaat toch nergens heen? Ja, al meer dan een uur geleden heb ik ingenomen wat nodig is. Vannacht om 12 uur is alles voorbij, dan ben ik ver weg. Ja, maar je bedoelt toch niet ja. dat je... Ja. Ja. Maar dat kan toch gewoon niet? Nee, Maud, de telefoon. Oh nee, Harold, oh toe. Maud, alsjeblieft, de telefoon. Ach, de telefoon is toch al lang een buitenzitje voor de vogels geworden. Ik heb het een beetje koud. Hallo. Ja, hallo. Stuur ogenblikkelijk een ambulance naar Waverly Street, 726. Ja. Ja, haast u, het is een geval van leven of dood. Harold, oh, toe. Maud, blijf stilzitten, ze kunnen in een paar minuten hier zijn. Harold, kom hier, kom bij me, lach tegen me, kom. Maud, alsjeblieft, ga die dokter. Ik zou het niet kunnen verdragen, alsjeblieft, ga die van me weg. Lieverd, we beginnen al dood te gaan bij onze geboorte. Niets vreemds aan de dood, niets verrassends. Het is niet het einde, het is een verandering. Ja, maar waarom vanavond? Oh, al lang geleden had ik de datum vastgesteld. 80 vond ik een goed getal. Ja, maar Maud. Je moet vertrouwen hebben, dat is alles. Vertrouwen. Oeh, wel een beetje duizelig. Ja, maar Maud, je begrijpt het niet.
Jij bent alles voor me. Dat heb ik nog nooit in mijn leven tegen iemand gezegd. Jij bent de eerste, Moord. Alsjeblieft, ga niet van me weg. Ik kan niet zonder je leven, Moord. En ook dit gaat voorbij. Nooit. Ik zal je nooit vergeten. Een heerlijke avond, Harold. Dank je voor alles. Maar je begrijpt het niet. Je begrijpt het niet. Ik heb je lief. Ja. Ik heb je lief. Ja, dat is goed. Je moet lief hebben. Lief hebben. Oh, lief hebben is... Liefhebben. Ik. Maud? Maud? Maud! Zo mooi als een regenboog in alle tinten van laag tot hoog en de daarbij horende geuren en de daarbij horende geuren. Ik verander de smaak van pittige wies.